Ik ben Steven Columbeen en ik speel Rolf. Ik ben Jackie van Oppen en ik speel moeder Overste. Ik ben Martin en ik speel viool. Klinkt die symfonie? Dat is nou iets waar ik ziels veel van hou. Ja, deze mensen hier! Ja! Als de hond bijt, als de muis steekt, werkt het zo voor mij. Dan denk ik aan waar ik zo ziels veel van hou en gaat al mijn angst voorbij. Maria is een jonge vrouw die eigenlijk een beetje twee kleur heeft. Aan de ene kant wil ze heel graag non worden. En daar gaat ze voor 100% voor. En is ze dus ook eigenlijk, ja, ze is heel lief. En ze heeft ook eigenlijk best wel eigenschap om dat te kunnen. Maar ze heeft ook een kant die totaal, ze kan zich niet aan bepaalde regels houden. En ze is heel uitbundig. Wat dus eigenlijk helemaal niet past bij als je non wil worden. Dus ze is een soort flap uit en ze zegt alles wat ze denkt. En ze doet dingen die eigenlijk niet kunnen. En ja, dat is wel een leuke kant aan haar. Liesel, met jou ook alles goed? Ja hoor. Veel telegrammen de laatste tijd? Niet echt. Gelukkig mag ik binnenkort naar de kostschool. Liesel. Kostschool. Wat ik ga ontdekken in The Sound of Music is natuurlijk de zoektocht naar de rol Liesel. Maar ook dat ik twee rollen moet instuderen. Dat ik ook nog Maria moet instuderen, want ik ben de eerste in de studie van Wieneke. Mocht zij ziek zijn, of vrij hebben, of wat dan ook, dan ben ik dus op. En dan ben ik de volgende in die rij die dan voor haar opgaat. Dus dat is voor mij een ontzettend grote uitdaging. En ook met deze mensen te werken die allemaal nieuw voor mij zijn. En tot nu toe bevalt het me allemaal. Dus ik hoop dat dat blijft. Kijk eens, niet zo ontzettend serieus bij liefje. Zo erg is het allemaal niet. Ontspan. Wat heerlijk, schatje, dat jij nog principes kent. De barones is een sterke vrouw, want ze runt een eigen bedrijf. En ze is smoorverliefd op de kapitein van Trap. Maar helaas loopt dat niet helemaal zoals gepland, want ze waren verloofd. En die verloving wordt helaas verbroken. En raden door wie dat komt. Maria. Oh, doe mee. En al hun regeltjes vergeet je. Het is ook mijn job al die mensen te motiveren tijdens die repetitieperiode. En ik doe het niet met strengheid of zoiets. Ik doe heel veel met humor en met respect voor die mensen. En ik wil ook lol hebben bij mijn werk. Ik vind dat absoluut nodig. Ik heb heel lang in dit vak gewerkt. En het kan heel anders zijn. Kijk, wel een beetje benauwd hier, hè? Vind je niet? Ja, ik moet heel erg wachten. Dit is meer smekend, maar ja. dit is niet devoot. Nee. Ik heb met een aantal mensen al eerder gewerkt. Waaronder, zeg maar als eerste eigenlijk, John Jost. Die was voor het eerst in Nederland en die was dance captain. En echt nog Amerikaans en lekker fel Amerikaans. Loop veren. Ja. Zodat Ralph heeft alleen hier te komen. En jij moet het daar brengen, want daar is de kapitein aan het praten. En nu is die gewoon wat langer in Nederland en wat meer vernederlands, zeg maar. Zeg ze dat omdat ik net heb gezegd? Ja, sorry hoor, even dat we weten wat over. Waarom zeg je dat? Waarom zeg ik dit? Omdat je dat net hebt gehoord. Ik heb het net ook allemaal gehoord. Ja, want ik sta boven aan de trap. Oké. Ja. Als publiek volg je echt het verhaal van Maria. Dat is heel spannend, want ik heb wel grote rollen gespeeld, maar nooit dat je echt het verhaal bijna draagt, zeg maar. Het is echt gewoon een hele grote hoofdrol. Als ik net ook het script zat te lezen, heb ik echt van niks. Van niks, van een paar papierstukjes. Je gaat daar naartoe, je kijkt. Dat is een beetje magie. We zijn nu even de puntjes op de i aan het zetten, want we gaan snel al naar het theater. Dus dan moet alles al duidelijk zijn. Er waren nu nog wat meningsverschillen over teksten. Ik zit een beetje met die grote meid. Ik vind het echt iets wat je zegt tegen een kind van